Hoi, ik ben Sanne en dit is Tess. Wij zijn allebei 18 jaar oud. We werken bij Kwekerij van den Berg in de Lier. We zijn hier terechtgekomen aangezien de horeca dichtging. Sindsdien werken wij hier in de vakanties, na school en in het weekend. Kwekerij van den Berg is een tomatenkwekerij waar we vooral snoeptomaatjes kweken. De tomaten gaan naar heel Europa, maar voornamelijk naar Duitsland. De rode tomaten plukken we en de donker-oranje tomaten. We plukken allemaal in deze kar en hier komt 15 kilo in. Ook is het taak van ons blad trekken. Dit doen wij omdat anders heel pad vol gaat hangen met bladen en zo kunnen we bij de tomaten. Ik ben hier nu met een draaier. Dit is een uitzendkracht. Hij zorgt dat het geen zootje wordt beneden en dat alle tomaten recht hangen. Dit zijn de hommelboxen. De hommelboxen zetten wij in de tuin, zodat de hommels de bloemetjes gaan bestuiven en er aan de tomatenplanten tomaten gaan groeien. Ja, de hommelboxen zijn zo felle kleur, zodat de hommels hun huisje makkelijk terug kunnen vinden. Na het plukken gaan de karren naar deze machine. De kisten worden weer afgehaald door een machine en uiteindelijk op pallets gezet, die door de vrachtwagens wordt opgehaald. Ook worden de tomatenkisten gewogen op die machine. Hiermee kunnen we de bonus bijhouden van iedereen die hier werkt. Zodra je bonus hebt, dan verdien je een centje meer en hierdoor werkt iedereen toch een stuk harder. Om nog hygiënischer te werken, hebben wij sinds dit jaar bedrijfskleding. Dit wassen ze ook op werk en wij kleden ons voordat we beginnen met werken om virussen te voorkomen in de tuin. Nou, ik sta hier met de werkgever van het bedrijf. Hier ga ik een paar vragen stellen. Hoe ben je begonnen in de tuinbouw? Nou, ik zat eigenlijk op de middelbare tuinbouwschool en toen ben ik automatisch bij mijn vader het bedrijf ingerold. En hoezo heb je voor de tomaten gekozen? We teelden eigenlijk van ouds her al de verschillende type tomaten. En daarin zijn we doorgegaan eigenlijk. Oké, en heb je nog misschien een leuk weetje voor de kijkers? Het leuke weetje is dat we volgend jaar 25 jaar bestaan. Oké, nou leuk. Ja, zeker. Wij raden jullie zeker aan hier te komen werken. Het is een hardwerkend bedrijf, maar ook een heel gezellig bedrijf. Ja, in de uren werken we natuurlijk super hard om de bonus te halen, maar na werk en in de pauzes dan is dat super gezellig. Ook in het weekend hebben we borrels op vrijdag en op zaterdag. Dus kom hier zeker werken. Ja. Super leuk dat jullie naar deze video hebben gekeken, heel erg bedankt. Wij gaan weer aan de slag en aan het werk. Ja, like en deel dit filmpje en wie weet zien jullie snel. Doei! Doei.